Martijn. Hey Martine. Wat een mooie dag, niet? Het is zeker een mooie dag, want we gaan vandaag de winnaar van de DL Rugby Challenge verrassen. Oh, wat leuk. Wat heb je onder je arm dan? Dit is de cheque die we persoonlijk gaan overhandigen bij zijn rugbyclub. Ga je mee? Mooie dag. Een hele mooie dag. Zo, wij zijn aangekomen bij de rugbyclub. We gaan Jurre verrassen omdat hij winnaar is van de DL Rugby Challenge. Hij weet nog van niks, dus het wordt helemaal spannend. Een hele mooie dag. We gaan beginnen. Te wachten op een trein op een verkeerd perron. Dus ik ren en ik haal hem net. Het was kantje boord. Maar ik is heel spannend, hè? Ja, we zijn erbij. 50 meter. Daar gaan we iemand heel blij maken. Ik zie hem al staan. In een vreemde stad. Ik heb het langzamerhand wel een beetje. Hallo. Ja, Jurre. Mag de wedstrijdbal, mag jij het veld opbrengen? Voorstellen, duizenden mensen in het stadion, miljoenen kijkers op televisie. En jij brengt de bal het veld op met het team van Fiji en het team van Australië. Wauw. Ja? Nu ga ik kijken. Want? Gefeliciteerd, jongen. Ja. Jij bent de winnaar van de DL Rugby Challenge. Echt? Superleuk. Top, man. Lisa bedanken en die heeft daar meegeholpen aan de animatie van het film. En daar ben ik ook. En wil ik ook bedanken voor het helpen.